Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks in de podcast een gesprek met Michel Kotek uit België. En Michel gaat ons vertellen over de enorme jodenhaat die in België rondwaart. Maar ook over de acties die de Joodse gemeenschap de komende dagen heeft gepland. En dat zijn gedurfde acties, kan ik jullie zeggen. En dan eerst het weer. Ja, nou ja, het is veel van hetzelfde, moet ik zeggen. Zo'n 27, 28 graden, zwak windje, blauwe lucht, zon. Korte broeken en t-shirt. Ja hoor, lange broeken, die liggen voorlopig in de kast. En dan even een dienstmededeling, want ik heb jullie hulp nodig. Echt waar, om door te kunnen blijven gaan met deze podcast en met het verstrekken van het nieuws zoals het werkelijk is hier in Israël, heb ik jullie hulp nodig. Druk alsjeblieft op die donatieknop die op de voorpagina van israelnieuws.nl staat. Elke euro is welkom, echt waar. Maar ik wil doorgaan, ik wil het nieuws blijven verstrekken, ondanks de bedreigingen en scheldwoorden die ik dagelijks krijg. Maar ik wil jullie het nieuws blijven verstrekken zoals het is. Dus druk even op die donatieknop. Je kan het ook, als je daarop gedrukt hebt, via de bank doen. Heb ik inmiddels begrepen van anderen die dat gedaan hebben. En iedereen die tot nu toe heeft gedoneerd, hartstikke bedankt. Ja, dan gaan we even verder met het nieuws. Ja, dat Joop een beetje kwaad is op wat er in Nederland gebeurt. Ja, dat mag duidelijk zijn. Want er wordt in Nederland nog steeds vrolijk rondgetwitterd en rondgebruld op televisie en in de media dat Israël gebombardeerd heeft in Rafa. Dat is pertinent niet waar. Iedereen die dat vertelt is aan het liegen. Ook meneer Paternotte van D66 en andere politici. Jullie zijn gewoon aan het liegen. Er is geen bombardement op Rafa uitgevoerd. De eerste bevindingen heb ik online gezet die de IDF gisteravond heeft vrijgegeven. Wat ik al eerder had geschreven, er is een aanval 1,7 kilometer van die humanitaire area heeft er plaatsgevonden. Een aanval op een gebouw waar twee hoge Hamas-commandanten zaten. Die zijn naar de andere wereld overgebracht, om het zo maar te noemen. Daarbij zijn er granaatscherven die hebben een brandstoftank en daardoor een munitieopslagplaats in de fik gestoken. Dat had men niet voorzien. Men heeft ook granaten gebruikt met een aanmerkelijk lagere explosieven erin. 70 kilo in elk. Dus in totaal 34 kilo, want er zijn twee granaten of raketten afgevuurd. Maar er is een wapenopslagplaats uiteindelijk van Hamas die tussen die tenten stond, is in de fik gevlogen. Daar is men nog steeds naar aan het zoeken hoe het kan dat men niet wist dat die wapenopslagplaats er was. Dat die wapenopslagplaats er bewust was, dat blijkt ook uit een opgenomen gesprek tussen twee Gazanen. Met een vertaling erbij. Ik heb hem online staan in Israël Nieuws. Heb je hem nog niet geluisterd? Luister maar even wat zij zeggen. Want het blijkt dus min of meer bewust Hamaswerk te zijn. In ieder geval, het onderzoek gaat nog door. Men is nog niet klaar. En er zullen hopelijk de komende dagen, misschien zelfs vandaag, meer bevindingen naar buiten worden gebracht. In ieder geval, dit is wat er gebeurd is. Nogmaals, geen bombardement op een vluchtelingenkamp. Absoluut niet. En dan heeft mijn broer Simon Suzan een column gestuurd. Die heb ik online gezet. En ja, dat is eigenlijk de realiteit die men in Nederland niet wil zien over Gaza.
Want hoe zit het nou werkelijk in Gaza? Hij heeft die column genoemd, alles is naar de Filistijnen. Ga die column even lezen. Dan weet je precies hoe dat al duizenden jaren gaande is. Wat daar gebeurt. Hoe in Nederland de waarheid wordt verdraaid. Hoe in Nederland de feiten niet worden aangenomen zoals ze zijn. Echt. Het maakt veel duidelijk, die column. Ga hem gewoon even lezen. Hij staat op israelnieuws.nl en op elke social media heb ik hem ook gezet. Wat hebben we nog meer? Premier Netanyahu heb ik op israelnieuws.nl gezet. Die heeft tegen de Golani-brigade soldaten in het noorden die hij gisteren bezocht gezegd: wij zijn vastbesloten om de bewoners van het noorden veilig naar hun huizen en gemeenschappen terug te brengen. Het hele verhaal van wat hij gezegd heeft kan je lezen op israelnieuws.nl. En dan heeft de Palestijnse jihad gisteravond een propagandavideo vrijgegeven van gijzelaar Sasha Truvanov. Sasha werd op 7 oktober ontvoerd, gegijzeld, samen met zijn vriendin, met zijn moeder en grootmoeder. Die werden allemaal vrijgelaten op 29 en 30 november. Hij zit nog steeds gevangen. Het is een, wat hij daarin zegt eigenlijk. In de eerste seconde, ik heb hem niet online gezet. Ik heb gedaan wat alle Israëlische media hebben gedaan uit respect voor de familie. Niet die 30 seconden video online gezet. Hij begint de korte video met de woorden: in de komende dagen zullen jullie de waarheid horen over wat er met mij is gebeurd. Evenals met andere gevangenen in Gaza. En de video eindigt met de mededeling: wacht geduldig. Ik heb van N12 Nieuws overgenomen hoe het werkelijk zit tussen Sasha en zijn vriendin Sapir, die dus vrijgelaten is. Het is een triest verhaal, echt waar. Maar ik vond wel dat dit naar buiten moest komen. Dus dat kan je lezen op israelnieuws.nl. Denemarken, het parlement van Denemarken, die heeft zijn huiswerk goed gedaan. In tegenstelling tot de Nederlandse politici. Want het Deense parlement heeft tegen een wetsvoorstel gestemd om een Palestijnse staat te erkennen. Omdat de Deense minister van Buitenlandse Zaken met feiten kwam waaruit blijkt dat de noodzakelijke voorwaarden voor een onafhankelijk land ontbreken. En de vier linkse partijen die wilden dat de Palestijnse staat erkend wordt. Maar ja, als die voorwaarden er niet zijn, dan kan je geen staat erkennen. En Denemarken heeft zijn huiswerk dus goed gedaan. Want ik heb dat al op social media gevraagd, maar ik zeg het hier weer. Die landen die een Palestijnse staat erkennen, nemen die dan ook de energielevering die Israël nu doet aan de Palestijnse gebieden, nemen ze die over? Gaan zij daarvoor zorgen? Gaan ze voor het watervoorziening zorgen? Gaan ze voor werkgelegenheid zorgen? Gaan ze zorgen dat de Palestijnse staat een eigen munteenheid krijgt? Want de Palestijnse staat, of een Palestijnse autoriteit, de Palestijnse gebieden gebruiken nog steeds de Israëlische shekel. Want een eigen munteenheid, daar hebben ze nog nooit van gehoord. En werkgelegenheid, ja, inmiddels blijkt, Israël heeft dan wel verboden dat er Palestijnen in Israël komen werken, waar er ruim 130.000 legaal aan het werk waren tot 7 oktober. Maar die mensen willen ook werk hebben. De mensen willen ook wat verdienen. Inmiddels blijkt dat er ruim 10.000 Palestijnen op de Westbank, in Israëlische fabrieken op de Westbank, in Israëlische nederzettingen, in Israëlische bedrijven op de Westbank aan het werk zijn. En dat aantal neemt nog dagelijks toe. Ik kan me dat voorstellen. Mensen willen ook een inkomen hebben. En dan moet je aan het werk. En dat kan op de Westbank. Dat wordt oogluikend toegelaten. Ik vind dat dat binnenkort ook weer in Israël moet. Want de Israëlische economie heeft deze mensen gewoon nodig.
zonder die 130.000 legale en pak een beet zo'n 20.000 illegale Palestijnen. Ja, er wordt minder gebouwd, er wordt minder gewerkt, straten worden niet meer schoongemaakt, onderhoud aan parken wordt bijna niet meer gedaan. We hebben ze nodig. En dat we ze nodig hebben, blijkt ook uit een waarschuwing van 130 top-economen uit Israël tegen het huidige regeringsbeleid. Want, zeggen die top-economen, als dit zo doorgaat, komt het voortbestaan van Israël in gevaar. In groot gevaar. Want het leidt het land langzaam naar de afgrond. Dat kan je lezen in de Engelstalige Globes en ook op alle social media waar ik het heb neergezet. En dat komt, dat is te wijten, niet alleen aan het ontbreken van Palestijnse werkers, maar ook aan de combinatie van het vergroten van de last van de militaire reserves op de werkende bevolking. Daarnaast de ultra-orthodoxe onderwijsinstellingen, die krijgen wel meer geld, maar onderwijzen weinig, gaan ook niet in dienst. Men gaat weer de dienstplichtleeftijd verlagen. Die dragen dus niets bij. En zo zijn er nog wat zaken te noemen, wat zij ook doen, waardoor de Israëlische economie in een levensgevaarlijk traject terecht is gekomen. Voortbedurend op datzelfde, de hoofdredactie van de Jerusalem Post, die had vanmorgen een artikel online. De overheid moet meer doen om de bedrijven van reservisten te beschermen, want daar doet men weinig aan. Echt, men helpt die mensen amper, die bedrijven zijn dicht, het zijn vaak kleine bedrijfjes. Die moeten ze sluiten, want ze moeten in dienst. Dan krijgen ze wel een vergoeding, maar de echtgenoten of de partners, die draaien voor alles op. Dit kan niet zo doorgaan. De overheid moet dus wat minder aan zichzelf denken en wat meer aan de mensen, de inwoners van Israël. En dat doet men niet. En ja, het beleid, het hele beleid brengt echt Israël naar de rand van gevaar, laat ik het zo zeggen. Dan was er een artikel online vanmorgen met een foto, ik heb hem ook online gezet, waarin Nikki Haley op een bezoek, tijdens een bezoek aan het noorden, op een granaat schrijft, maak ze af. Ja, daar zijn een heleboel mensen niet blij mee. Ze zei het in het Engels, finish them. Of dat nou wel of niet kan. Ik vind het nogal flink van haar. Nikki Haley is toch een persoonlijkheid. Dus je kan het, als je het gemist hebt, het staat online met de foto. Ze heeft er ook nog bij geschreven, America loves Israel always. Met haar handtekening Nikki Haley. Een van de granaten naar meneer Nasrallah. En dan Algerije, ja, it's all in the name. Algerije, die heeft dus de steun van al die moslimlanden in de Verenigde Naties. En die komt met een ontwerpresolutie, waarin zij eisen dat Israël als bezettingsmacht zijn militaire offensief en elke andere actie in Rafah onmiddellijk moet stopzetten. Nou, die zal dus wel aangenomen worden, want ja, de moslimlanden hebben de meerderheid in de Verenigde Naties. Even een slokje water. En dat past dus helemaal in het straatje van een aantal Nederlandse politici en Nederlandse politieke partijen. Ja, en dan waar je in Nederland ook niks over hoort, maar vanmorgen was er weer vlakbij Netanya, bij Bad Geffer. Dat is hier echt een aantal kilometers ten noordoosten van, vonden een aantal terroristen uit de omgeving van Tul Karim, wat hier maar 9 kilometer vandaan ligt, die vonden het nodig om naar de Groene Lijn te gaan en lekker te gaan schieten in de richting van Bad Geffer. Ik heb dat videootje ook online staan.
En anders moet je het even terugzien op Times of Israel of de Engelstalige Ynet. Dan hebben we een verhaal waar de Jerusalem Post mee kwam over een niet-Joodse vrijwillige arts die zijn werk doet in Gaza. En die zegt, ik mocht van Hamas gewoon geen patiënten behandelen. En slechts 10% van de Gazanen steunt Hamas, zegt hij. Ik heb het online staan, je kan het overal lezen en anders in de Jerusalem Post. Hij zegt ook, Hamas explodeert nog steeds ziekenhuizen. En die hebben één ziekenhuis, hij heeft in ieder geval een VIP-afdeling. Daar worden alleen patiënten geholpen met connecties met Hamas. En voor de rest kan je doodgaan. Een heel interessant artikel, want ook dat wil men in Nederland niet zien en horen. Ja, en dan hebben we die pier natuurlijk die Amerika heeft aangelegd en die bij de eerste de beste krachtige wind uit elkaar viel. Nou, daar heeft men nog een week voor nodig om hem weer in elkaar te zetten. Hoe lang hij dan in elkaar blijft staan, weten we niet. Maar voorlopig kan er even geen hulp via die pier die $320 miljoen heeft gekost Gaza in. Want dat ding ligt gewoon uit elkaar. Stukken zijn overal, al die drijvende delen zijn overal op stranden bij Ashdod en Ashkelon terechtgekomen. En in Gaza. Dat is nou niet echt vakwerk geweest, om het zomaar eens te zeggen. Jerry Seinfeld die deed een interview. En er werd hem gevraagd, wat was jouw krachtigste ervaring tijdens je reis in december naar Israël? En toen barstte hij in huilen uit. Want hij zegt, het bezoek aan Zuid-Israël, dat heeft zo'n impact gehad. Ja, dat is verschrikkelijk geweest als je al die verwoeste gemeenschappen zag die hij bezocht heeft. En hij heeft ook gesproken met bevrijde gijzelaars en overlevenden. Ja, toen hield hij het niet meer droog. Filmpje kan je zien op Times of Israel. Wie het ook niet meer droog hield, dat was meneer Nasrallah. Meneer Nasrallah, die moest huilen tijdens een interview over de dood van zijn moeder. Want hij kon niet bij zijn familie zijn, omdat hij natuurlijk in die schuilkelder zit. Maar meneer Nasrallah, de leider van een van de grootste terreurbendes, die vindt dat Israël geen geweten of morele principes heeft. En dat Israël erger is dan de nazi's. Dat zegt meneer Nasrallah, een van de grootste terreurbendeleiders. Ach, wat moeten we daar nou mee? Ja, ik weet het ook niet. Echt niet. Wat hebben we nog meer? Nou, de hoofd van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, die zegt, er moet een wapenstilstand komen. Want dan kunnen wij ongelimiteerd hulp geven in Gaza. Allemaal mooi dat ze dat wil natuurlijk. Ik vind dat prachtig. Maar het Rode Kruis heeft tot nu toe nog geen hand uitgestoken naar de gijzelaars. Nog geen vinger, nog geen duim. En dan willen ze wel hulp in Gaza bieden. En de Israëlische gijzelaars, ach, die vergeten we voor het gemak. Daar trekken we ons niets van aan. Goed, ik ga nu kijken of ik... Nee, er is nog één dingetje. Eric Clapton, ik heb hem altijd wel gemogen. Maar die heeft voor mij afgedaan. De Jerusalem Post komt met een artikel waarin Eric Clapton beweert dat Israël de wereld regeert. Hij komt dus meer en meer in de richting van zijn maatje Roger Waters. En ja, hij vindt dat Israël alleen maar fout doet. En alles wat er in Israël gebeurt, dat is niet goed te praten. En Israël is de baas in de wereld.
Meneer Eric Clapton, ik heb je graag gemogen, maar jij hebt afgedaan. En ja, hoe jammer het ook is, want ik luisterde graag naar zijn muziek. En dan was de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken even in Israël op bezoek. En die ging samen met zijn collega Israël Katz, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, ging hij op bezoek bij familieleden van gijzelaars. En die vroegen die minister van hoe zou jij gereageerd hebben, hoe zou uw land gereageerd hebben, wat zou u doen als uw buren uw eigen burgers vermoorden, verkrachten en ontvoeren? En daar had deze minister geen antwoord op. Echt niet. Hij stond even letterlijk en figuurlijk met de mond vol tanden. Ik vind dat die vraag ook aan Nederlandse politici moet worden gesteld. Die altijd de laatste dagen en weken hun mond vol hebben. Van Israël doet dit fout, Israël doet dat fout. Kom eens hier naartoe, ervaar de realiteit. Israël, ik ga het niet goed praten. Natuurlijk, Israël maakt fouten. Maar Israël doet ook veel goed. En kom eens even de realiteit ervaren. In plaats van je op de Nederlandse televisie en de Nederlandse media alleen maar uit te spreken over een Israël wat alleen maar foute dingen doet. Goed, ik heb genoeg gezegd voorlopig. Ik ga kijken of ik Michel Kotek aan de lijn kan krijgen. Want Michel heeft behoorlijk wat te vertellen. En ik vind, ik ga hem steunen. Ik ga steunen wat de Belgische Joden willen, want die zijn het antisemitisme, de Jodenhaat, gewoon zat. En die is vele malen erger dan in Nederland. Dat zal blijken uit het gesprek wat ik met hem ga hebben zo dadelijk. Dus even een seconde geduld en dan ben ik bij jullie terug. Momentje graag. Nou, het is ook vandaag weer gelukt natuurlijk. En zelfs met een telefoonverbinding naar België. Ik heb aan de andere kant van de lijn Michel Kotek, of voorzitter van twee organisaties in België die voor de rechten van Joden opkomen. Michel, goedemiddag. Goedemiddag, Joop. Michel, dat ik in de uitzending ben. Ja, ik doe het met plezier, want de onderwerpen die we gaan bespreken, ja, die mogen in Nederland toch ook wel eens wat bekender worden. Maar voordat we het daarover gaan hebben, ik kreeg net het bericht door dat er drie jonge jongens zijn gesneuveld, militairen, die in een gebouw vol booby traps verzeild raakten in Rafah. Jongens van net 20 jaar. Dat is een vreselijk bericht. Ik heb het snel even online gezet. Maar ja, dat zijn geen plezierige berichten, laat ik het zo noemen. Maar goed. Michel, jij bent voorzitter van twee organisaties die voor de rechten van Joden opkomen in België. En de Joodse gemeenschap in België, die heeft aanmerkelijk meer last van Jodenhaat dan in Nederland. Klopt. Klopt dat? En, ja, de voornaamste aanleiding daarvoor eigenlijk is dat er in België niet een goed werkend apparaat als het CIDI bestaat. Het CIDI bestaat 50 jaar en heeft in die 50 jaar enorm veel impact gehad op de samenleving. Het CIDI is actief op een drietal gebieden. Dat betreft in eerste instantie politiek, twee media en drie educatie. En op die drie gebieden hebben zij echt een duidelijk verschil weten te maken. Ze hebben ook heel veel mensen Israël kunnen laten zien, ook de andere kant van de medaille kunnen laten zien. Dus mensen die de Gaza of de Westbank wilden bezoeken, ook dat konden die mensen doen, zodat ze een compleet beeld kregen van de situatie. Dat maakt dat je natuurlijk heel anders tegen het conflict gaat aankijken dan wanneer het napapegaaien maar door blijft gaan, wat in de Belgische media het geval is. Dus alles komt hier binnen wat Hamas uitzendt en één op één wordt het nagebraakt, zou ik bijna willen zeggen. Het is ongekend wat een haatzaaierij hier geïmporteerd wordt. En met name de politici en een aantal politici met stip op één, die maken zich daar in grote mate schuldig aan.
Dus een belangrijk verschil eigenlijk met het CD is dat het CD doet twee activiteiten. Wij zijn feitelijk helemaal gebaseerd op het businessmodel van het CD. Met dat onderscheid dus dat wij de twee kernactiviteiten, bestrijding van antisemitisme enerzijds en anderzijds bestrijding van Israël-bashing, dus uit elkaar hebben getrokken. En daar hebben wij dus twee organisaties voor opgezet. Dat doen we omdat we nog weinig financiële middelen hebben. Maar dat is een oproep die ik u straks ga doen om bij te dragen aan de financiering van onze initiatieven. Maar het is belangrijk dus dat we voldoende geldmiddelen binnenkrijgen dus om betaalde mensen aan te kunnen nemen die dat werk kunnen doen. We hebben nu een waanzinnig team van vrijwilligers. Dat zijn zowel Joodse mensen als niet-Joodse mensen. En het is echt hartverwarmend hoe die mensen zich stuk voor stuk, alle op hun eigen manier, alle in hun eigen kracht inzetten voor deze twee goede doelen. Ja. En ik wilde eigenlijk, je zei in eerste instantie, het is een Joods belang, wij strijden voor een Joods belang. Ja. En ik zou dat toch willen verfijnen, Joop. Ja. Er zijn op dit moment ook mensen aan ons team toegevoegd die zijn homoseksueel. En die komen daar openlijk voor uit en die zeggen, wij realiseren ons dat Joden de kanarie in de kolenmijn zijn. En zodra stel dat het ooit zover zou komen, dat iemand erin zou slagen om het Joodse volk uit te roeien of wat dan ook, dan weten wij zeker dat wij de volgende zijn die aan de beurt zijn. Ja. En daarom sluiten wij ons aan. Wij zijn niet Joods, werd er dan ook bij gezegd. Wij zijn homoseksueel, maar we vinden het ontzettend belangrijk om bij te dragen aan een tegengeluid tegen een ongenuanceerd, een ongenuanceerde bagger die er over het Joodse volk wordt uitgestort. Maar laten we het ook niet vergeten, in Israël wonen 2 miljoen moslims, wonen christenen en ga zo maar door. En ook daar strijden wij voor. Wij staan voor een inclusiviteitsgedachte. Wij gaan uit van iedereen die erbij wil horen, die hoort erbij. En wat ons betreft zijn dat mensen die sympathiseren met Joden, mensen die wonen in Israël. Dus het is een veel breder spectrum wat we willen bedienen feitelijk met de doelstellingen die onze VZD's nastreven. Ja, het gaat natuurlijk om het bestrijden van de enorme haat die er gewoon is. Klopt. Een haat die je niet kan vergelijken met Nederland, want het is bij jullie vele malen erger. En daar moet tegen opgetreden worden. Want net wat je zegt, homoseksuele groeperingen hebben zich aangesloten bij jullie. De Joden zijn de eerste en daarna komen anderen aan bod. En dat zie je natuurlijk al gebeuren, alleen mensen sluiten hun ogen ervoor. En mensen hebben alleen maar oog voor wat er met de Palestijnen gebeurt. Maar niemand heeft oog voor wat er met de Joden gebeurt. En ja, dat moet gestopt worden. Want ik zag van de week een bericht, jullie minister van Buitenlandse Zaken, die is toch wel groot voorstander van een Palestijnse staat. En die vindt toch dat Israël een toontje lager moet gaan zingen. Ja, de minister van Buitenlandse Zaken hier is Hatja Labib. Degene die eigenlijk, en zij heeft Israël bezocht niet lang geleden. Degene die eigenlijk nog vier gaatjes erger is qua Israël-bashing is minister Caroline Gené. Zij is minister van Ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft het gedurfd om feitelijk nadat Israël de aanval had geopend op Hamas, na de aanval van 7 oktober, om tegen Duitsland de uitspraak te doen. Duitsland realiseert u zich dat hij zich nu voor een tweede keer aan de foute kant van de geschiedenis opstelt. En dat met dat soort ministers hebben wij hier te maken. En ja. Het is van een niveau wat zo ontzettend laag is.
We hebben discussies, Wijs, die onderdeel uitmaakt van onze organisatie, die heeft één op één met haar gesproken. Tijdens dat gesprek bleek ook dat ze heel veel dingen niet wist. Tijdens dat gesprek heeft Ralf ook aangegeven, u heeft het continu over Palestijnen, Palestijnen, Palestijnen. Er is toegelicht wat de ontstaansgeschiedenis nogmaals van de Palestijnen is. Het is niet een volk zoals het Joodse volk dat duizenden jaren bestaat. Het is iets dat gecreëerd is door de Arabische wereld over zelf. En er zijn zoveel nuanceringen feitelijk in haar verhaal die compleet ontbreken. Alle cijfers van Hamas worden één op één overgenomen. En tot het moment feitelijk dat zij met Ralf in gesprek was, heeft zij niet één keer de uitspraak gedaan, by the way, er zijn ook nog hostages, gijzelaars die vrijgelaten moeten worden. Ja. Hoe kun je in vredesnaam dus oproepen tot, tot het staken van geweld? Hoe kun je Israël veroordelen voor het vermoorden van kinderen, vrouwen, mannen, zonder dat je daarbij noem je dan aantallen, zonder dat je daarbij vernoemt hoeveel soldaten, hè, Hamas, strijders, vrijheidsstrijders, zoals zij dat noemen, zijn vermoord en omgekomen. De nuancering is compleet weg. Ja. En het gekke is dus dat kennelijk moet je. Wij leven in het Vrije Westen, in Europa, in een ongekende wilde. 75 jaar lang geen oorlogen geweest. Dat is een absoluut unicum. Maar het gek is, kennelijk hebben mensen af en toe een prikkel nodig van een soort van oorlogsbeleving. Om te kunnen begrijpen dat er gestreden wordt niet tegen een soldaat, maar er wordt in dit verband wordt gestreden tegen een ideologie. Een ideologie die in de Tweede Wereldoorlog was, alle Joden moeten dood, het ras, het volk, de Joden moeten dood. En nu strijden wij tegen een fundamentalistisch, islamitisch gedachtegoed. En al zou je er, al zou je Hamas opdweilen en wegpoetsen, dan staan er 10 andere bataljons met andere namen en proxies gereed om die rol over te nemen. Het is ook een veel breder spel dat gevoerd wordt. Het is een geopolitiek spel waar Iran ontzettend goed weet hoe zij de media moeten bespelen. En het vreemde is dat de naïviteit van het Westen continu Iran, ik zou bijna willen zeggen, in bescherming neemt. Anders dan publiekelijk veroordeeld en juist hen boycott. Ja, nou ja, het is ook zo makkelijk gewoon om wat Hamas zegt, of Iran zegt, of de Islamic Jihad zegt, of Hezbollah zegt, over te nemen en rond te bazuinen, wat men in Nederland ook doet, politici. We hebben het gisteren gezien, Israël bombardeert een vluchtelingenkamp. Nou, Israël heeft geen vluchtelingenkamp gebombardeerd, absoluut niet. En dat zullen ze ook nooit doen. Maar dat wordt gewoon overgenomen, terwijl Israël een onderzoek is gestart. Wacht dan eerst dat onderzoek af. Mm-hmm. Ja, en ja. Maar dit is dus het grootste probleem feitelijk. Er vindt totaal geen hoor en wederhoor plaats. Nee. Dus ja, de hoor is er wel, maar de wederhoor ontbreekt compleet. En dat is, wij moeten vechten tegen dat gif. Ja. Dat mensen onwetend zijn. Hè, als je kijkt naar het, misschien is goed om even de situatie in België te belichten. Dus we hebben media die dus één op één overnemen wat de Hamas publiceert. Er is anders dan in Nederland, is er niet een Telegraaf of een Elsevier Weekblad of een Pauw Nieuws die dus een tegengeluid geeft. Dat ontbreekt volledig. Ja. Dus elk tegengeluid, zou ik bijna zeggen, komt uit het buitenland overgevlogen. En het lastige is natuurlijk, anders dan 20 jaar geleden, ieder leeft in zijn eigen nieuwsbubbel. Dus kijk je bijvoorbeeld naar
ja, naar de islamitische bevolkingsgroep. Die kijken naar Al Jazeera, die kijken naar hun eigen internetkanalen. De jongeren kijken alleen maar op TikTok. Nou, onlangs is ook duidelijk geworden dat er op TikTok 50 keer meer haatzaaiende anti-Israël, anti-Joodse berichten worden gedeeld dan dat er pro-Israël en nog pro-Joodse zaken worden gedeeld. Wij zijn een hele kleine minderheid en als er dan geen tegengeluid komt van, ja, van goed georganiseerde media, dan gaan mensen vanzelf denken dat datgene wat ze horen ook de waarheid is. Ja, precies. Dat is het grote probleem. Dat is het grote probleem. Dus als jij dagelijks gewoon wordt feitelijk overrompeld met allemaal bullshit, dan weet jij anders dan dat die bullshit op een gegeven moment de enige en echte juistheid is. Ja. Dat is het grote gevaar. Als je dus naar het Belgisch spectrum, je neemt 100% van de bevolking, dan zeg ik altijd 10% is pro-Joods, is pro-Israël. Ja. Dan heb je een groep 20-25% die is per definitie anti-Israël en anti-Joods. Laat het niet vergeten, er is natuurlijk een waanzinnig grote geïmporteerde. Er zijn veel migranten hier die hebben de haatzaaierij meegenomen vanuit hun thuispoort naar België. En dan heb je een heel groot middenspectrum, 60-70%. En juist daar moeten wij ons met onze organisaties op richten. Juist. De mensen die achter ons staan, die blijven wel achter ons staan. Die moeten we alleen weerbaar zien te maken. Dus we moeten zorgen dat ze argumenten krijgen om met tegenstanders of onwetenden in gesprek te gaan. Er is natuurlijk ook een grote angst om met mensen in gesprek te gaan. Daar komen we straks ongetwijfeld ook nog op terug. Maar waar het bij die middengroep om gaat, is zorgen dat ze een soort van evenwichtige boodschap krijgen, waardoor mensen inderdaad het gevoel krijgen dat ze een ander geluid kregen en krijgen dan tot dat moment het geval was. Ook in mijn zakelijk leven, ik ben ondernemer, ik ga feitelijk bij elke juwelier waar wij binnenstappen, gaan wij het gesprek aan, mijn vrouw en ik. En ik zeg ook dat wij Jood zijn. Heel grappig gewoon om te zien hoe daarop gereageerd wordt. Ook als ze niet weten dat ik Joods ben. Maar op het moment dus dat ik dat vertel, dan komen er zo ontzettend veel vooroordelen naar boven. Er komt een pak bagger over Israël naar boven. En ik heb al diverse keer gehad dat wordt verzocht, alsjeblieft, ik heb geen zin meer om deze discussie te voeren, ja. Want wat je zegt klopt niet. Nee, het wordt niet aangenomen. Het is vechten tegen de bierkaai, zeg ik wel eens. Absoluut. Want hoeveel Joden wonen er in België? Het zal ongeveer vergelijkbaar zijn met het aantal Joden in Nederland. Ah, zo'n 40.000. Ja, dus volgens het demografisch onderzoek van de JNW in het verleden waren er 50.000 Joden in Nederland, waarvan 12.000 vaderjoden. In België heeft de Joodse gemeenschap zich altijd verzet tegen een demografisch onderzoek. Dat gaat er dus ook niet komen. Dus ik vermoed dat het ongeveer eenzelfde aantal is als in Nederland. Maar de hele samenstelling van die bevolkingsgroep, van die Joodse bevolkingsgroep, is zo ontzettend anders dan in Nederland. Ja. In Nederland heb je natuurlijk heel veel meer seculiere Joden, hele kleine gemeenschap Geredi, Chassidim, 5% zou ik zeggen. Kijk je naar Antwerpen, dan was de seculiere gemeenschap vrij groot. De meeste mensen zijn hier vertrokken, dus wat hier is overgebleven, dat zijn de Geredi. En onder die Geredi, onder de Chassidim, heb je en streng orthodoxe Joden, heb je een enorme verscheidenheid van Belcher, van Zatmer, van alles en nog wat. Ja. En dat is een ander ding. We hebben onlangs, was er een bijeenkomst, een verkiezingsbijeenkomst van Michael Freilich, waar ook Bart de Wever bij aanwezig was. En ik heb
feitelijk, de hele Joodse gemeenschap was daar vertegenwoordigd. Er waren geen vrouwen bij, wat natuurlijk ook alweer voldoende zegt over hoe het georganiseerd is in orthodox-Joods. Ja, dat is ook niet goed. Dat is ook niet goed. Dat is ook te veroordelen, absoluut. Ja. Maar ik heb de Joodse gemeenschap daar zelf aangesproken om de krachten te bundelen. En ik zeg dat ook continu. Wij kunnen zo anders zijn, of we seculier zijn, of orthodox zijn, of we traditioneel zijn. Maar het is aan ons om het onderscheid te maken. Het is aan ons om duidelijk te maken dat wij een eenheid vormen. Juist. En als de buitenwereld ziet dat wij een eenheid zijn, dan zijn we ook veel krachtiger en dan durven ze ook veel minder dan wanneer ze het gevoel hebben dat wij een losgeslagen boel zijn met 10.000 verschillende meningen. Waar hebben de Belgische Joden nu het meest mee te maken? Wat krijgen zij voor Jodenhaat? Verbaal en fysiek geweld, dat is een ding van alle dag. Gisteren is er bij het Centraal Station in Antwerpen is er weer een Joodse man met een keppel op gemolesteerd. En degene die dat heeft gedaan is afgevoerd in de busje. Er zijn ook allerlei beelden van rond te gaan op internet. Dit is aan de orde van de dag, Joop. Ik had het net over die Haredi, die gasten die streng orthodox, die leven in hun bubbel. En zolang ze in hun bubbel zitten, dan zijn ze relatief veilig. Ik zeg relatief, want ook in de bubbel waar zij zich bevinden rond de Elisabethlei, rond de Belgielei, daar zijn wel de nodige incidenten al voorgevallen. Maar het probleem is eigenlijk als je buiten die bubbel treedt en je bent herkenbaar Joods. Als ik naar buiten ga, niemand zal zien, dat is een Jood. Ik heb niet een uitzonderlijk grote neus, geloof ik. Nee, je ziet er niet speciaal Joods uit. Nee. En ik heb ook geen pajot, ik heb geen doodop, ik heb geen baard. Maar het probleem is dus als je met een keppel op naar buiten treedt en je komt buiten de bubbelzone, dan loop je daadwerkelijk gevaar. Ja. Het verhaal in Buitenveldert, Amsterdam, is natuurlijk al veel langer bekend dat dat niet goed en onveilig is om in sommige, om 's avonds over straat te lopen met een keppel, want je weet niet wat je kan overkomen. Het is hier echt nog een paar gaatjes erger. Er is hier een parkje vlakbij waar ik woon. En dat is wel grappig. Ik zat daar twee weken geleden op Shabbat. Zat ik daar, en dat parkje, daar komen elke Shabbat rond de 500 Joodse mensen, families met kinderwagens en you name it. Orthodox mensen. Daar lopen op een gegeven moment een drietal, viertal islamitische dames voorbij, zwaar gesluierd. En iedereen doet zijn ding en niemand kijkt naar ze om. En dat is gewoon geaccepteerd. En laat de ander in zijn waarde. Precies. Stel dat wij datzelfde tafereel zouden verplaatsen naar Borgerhout. Dat is een van de wijken hier waar heel veel moslimzonen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je tussen 400-500 gesluierde vrouwen en laat daar opeens een aantal Joodse mensen voorbij lopen met de keppel, dat zou niet goed aflopen. Nee. En dit is eigenlijk precies waar het om draait. Zolang wij in onze eigen bubbel verkeren, zijn we veilig. Zodra wij naar buiten treden en ook mensen herkennen ons, heb je het probleem. Dan heb je een probleem. Ja. Wat gaan jullie de komende dagen doen? Want jullie hebben iets georganiseerd. Ja, wij gaan een heleboel doen. Allereerst, er komt dus een evenement, een betoging, aanstaande zondag, die uitgaat van de organisatie JIT. Dus JIT staat voor Joods Informatie Documentatiecentrum. En daarbij komen zowel Joden als niet-Joden op voor het recht van de Joodse gemeenschap om hier aanwezig te zijn. Ja. En
Er is door Resina Sloesny, dat is van het Forum, is er een paar maanden geleden is er gezegd, er zijn hier een hoop Joodse mensen en die zijn hier, die voelen zich heel onveilig en die pakken hun koffers en of die zijn klaar om te vertrekken. Want het is zo erg aan het worden. Nou ben ik het met haar eens op het moment dus dat we zeggen, ja, het is zo erg aan het worden en het is... En dat wordt elke dag erger en het is hier verschrikkelijk. Maar, voeg ik daaraan toe, wij hebben een overheid die over ons moet waken. Wij zijn hier sinds 1200 aanwezig als Joodse gemeenschap in België. We hebben hier cultuur gebracht, we hebben hier wetenschap gebracht. We hebben bijgedragen aan de economische ontwikkeling van het land. En nu verlangen wij van de overheid dat zij voor ons in de bres springen en dat wij een veilig Joods leven kunnen leiden. Precies. En alles dat alles met respect voor de andersdenkenden. Want ook daar willen wij met Jit willen wij bruggen slaan naar niet-Joodse gemeenschappen, naar andere minderheidsgroepen in de samenleving. Waar vindt die demonstratie plaats? Want die vindt plaats op het Mediaplein. In Antwerpen. In Antwerpen, dat is bij een van de uitgangen van het Centraal Station. Ja, hoe laat? Het is van 16:45 tot 17:45. Het is ook een heel aantrekkelijk programma. Dus feitelijk alle onderdelen van de drie pijlers van onze organisatie, dus politiek, educatie en media, komen alle drie ter sprake. We hebben een Magali Jäger die namens de jongeren en studenten zal spreken, want wat hier op universiteit gebeurt, dat is echt echt verschrikkelijk. Ik kan daar ook zo direct even iets aan over uitweiden. Dan hebben we Rick van Kouwelaert, dat is een hele bekende persoon uit de media. En vervolgens komt Asita Kanko ons als Joods gemeenschap een hart onder de riem toesteken. En ik zal zelf ook iets vertellen over de organisatie, waarom we dit doen, hoe belangrijk het is dat het door Joods, maar vooral ook door niet-Joodse mensen gedragen wordt. Dus we doen hierbij een oproep. Mensen, ga komende zondag naar die demonstraties toe. Nogmaals, het is het Mediaplein, zei je, in Antwerpen. Mediaplein in Antwerpen. En wat ik kan doen is, je kan een convocatie naar je doorsturen. En mochten mensen die dan willen hebben, dan kunnen ze precies... Ja, dan kan ik hem ook even online zetten. Doe dat maar. Ja. Ja, dan zet ik hem vanmiddag nog online. En dan... we naderen een beetje het einde qua tijd van deze podcast. Maar wat had jij nog meer op je lever? We hebben dus een 10-stappenplan. Feitelijk de 10 geboden ter bescherming van de Joodse gemeenschap en ter bestrijding van antisemitisme. Die 10 geboden die zullen wij aanstaande zondag zullen wij die openbaar maken. Maar ik wil jou alvast de primeur geven. Want dat is wat er feitelijk aan wettelijk kader ontbreekt om te komen tot een goed beleid aangaande antisemitisme. Ja. Dus er moet wat wij willen verwezenlijken is in ieder geval dat er in het nieuwe regeerakkoord op federaal, gewestelijk, provinciaal niveau, er zijn hier ook allerlei soorten regeringen, dat maakt het nog veel complexer. Ja. Dus antisemitisme wordt bestreden en dat wordt opgenomen in dat regeerakkoord. Ja, want we hebben van de week namelijk gezien dat Wallonië heeft uitgeroepen, de regering van Wallonië, geen doorvoer van wapens richting Israël via Wallonië. Ja. Ja, en dat is dus het grote probleem. Ja. Er zijn hier zoveel regeringen, wat ik net ook al aangaf, federaal, gewestelijk, provinciaal, stedelijk. Dus ieder die heeft ook zijn eigen bevoegdheden. Die bevoegdheden die lopen dwars door elkaar. Dus de ene keer is de ene partij ook daar waar het over handhaving gaat bevoegd. De andere keer kan iemand anders van een hele andere
dienst op federaal niveau bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Dus daar schuurt het enorm. Nou, weet je wat je doet? Dus stuur mij die 10 geboden en stuur mij die convocatie. Dan kan ik hem aansluitend aan deze podcast online zetten. Want ik heb natuurlijk enkele tienduizenden Belgische volgers. Zowel voor de podcast als op internet. En dan kunnen we die verspreiden natuurlijk. En op die manier jullie een handje helpen. Dat zou geweldig zijn, Joop. Ja, dat gaan we doen. Waarvoor dank. Dat gaan we doen. Het belangrijkste eigenlijk van al die punten die we hebben opgeschreven is feitelijk dat er een zero tolerance beleid moet komen. Ja. Je kunt nog zoveel qua regelgeving er doorheen krijgen. Op het moment dus dat de uitvoerende diensten niet bij macht te zijn of niet wensen op te treden, dan staakt feitelijk elke vorm van bestrijding van antisemitisme. Ja. Dus daar ligt een hele dikke focus op. Maar dat zie je in Nederland ook, hè? Want daar is ook geen zero tolerance. Ik bedoel, alles kan maar en alles doet maar. En ik heb werkelijk respect voor die politieagenten die dat allemaal over zich heen krijgen. Het is niet te geloven. Absoluut. Het is niet te geloven. Absoluut, Joe. Dus, maar goed, met z'n allen, wij blijven er tegen vechten. En met elkaar sta je sterk, zeg ik dan. Dus absoluut. Ik ga zorgen dat dat bekender wordt, eigenlijk. Dus dat komt helemaal goed. Als ik jou een heel groot compliment mag maken. Ik vind het geweldig wat je doet. Nou, hoeft niet hoor. Ik doe het. Nee, ik ben daar heel simpel in. Iedereen in Israël, zo zie ik het, hè. Iedereen in Israël doet iets. Als vrijwilliger of als reservist of weet ik voor wat tijdens deze oorlog. En ik vind het mijn taak om dit te doen mijn bijdrage aan het vechten van Israël. Laat ik het zo noemen. Ik weet in ieder geval dat dat heel erg gewaardeerd wordt. En dat de strijders als Joop Suzan nodig hebben om samen deze oorlog te kunnen voeren en te kunnen winnen. Ja, maar dat kan ik alleen maar door al die volgers. Hè? Door al die volgers. Yes. Absoluut. Nou, ook die volgers wil ik dan bij deze bedanken. Maar vooral ook oproep om je strijdbaar te maken. Hè? We kunnen het allemaal verschrikkelijk vinden. Misschien is dat wel eigenlijk waar ik mee wil afsluiten. We zitten allemaal in een bubbel. Kijken we naar social media. Iedereen heeft zijn eigen vrienden. Maar dat zijn over het algemeen Joodse vrienden. Waar het om gaat is dat onze boodschap vooral bij de niet-Joodse mensen terechtkomt. Zorg ervoor dat we die 60-70% weten te bereiken. Precies. Die onwetend is, maar die wel openstaan voor dat andere geluid. Nou, daar staan ze. Dat merk ik dagelijks. Gelukkig. Gelukkig. Absoluut. Oké, wij gaan er tegenaan. Okay, ik krijg van jou die informatie. En we hebben elkaars telefoonnummer. We kennen elkaar natuurlijk al veel langer. Maar waren elkaar uit het oog verloren. En we blijven even contact houden. Ja, in de loop van volgende week dan komt ons bankrekeningnummer. Dat wordt bekendgemaakt. En ik zou heel graag toch nog even de mogelijkheid willen aangrijpen om mensen op te roepen om vooral te doneren. We hebben veel geld nodig om deze strijd te kunnen voeren. En we moeten dat ook niet 1 jaar doen. We moeten dat tot 120 jaar tenminste kunnen doen. Precies. En ik hoop dat we, met de kennis van vandaag weten we dat antisemitisme een ding is wat nooit weggaat. Dus we moeten erop voorbereid zijn dat dat een langdurige strijd is. En dat kun je alleen maar doen als je een goede organisatie hebt die dat jarenlang kan voorhouden. Precies. Dus nou, maak het maar bekend. Maak het maar bekend tegen die tijd. Dan kunnen we het online zetten. Top. Oké. We gaan hem afsluiten. Hey, het was een heleboel informatie. Ik hoop dat de mensen hier wat aan hebben. En ik hoop dat veel mensen naar die demonstratie komende zondag in Antwerpen toekomen. Ik hoop dat ik over een half jaar of een jaar kan zeggen, Joop, het heeft gewerkt. En precies. En waar we nu staan. Precies. En daardoor blijven we vechten. Dankjewel. Hey, succes. Oké, Joop. We spreken elkaar. Oké. Bye. Bye. Ja, dit was een lang gesprek met Michel Kotek. Ga naar die demonstratie toe als je er
gelegenheid heb komende zondag op het Mediaplein in Antwerpen rond de klok van 5 uur. Ik zet zometeen die informatie, zodra ik het heb, even online. En dan, help ze, zou ik zeggen. Goed, morgen hebben we natuurlijk, het is donderdag alweer, dan hebben we de podcast met Esther Voet van het NIW. Dus zeg ik zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens, tot morgen.